De uitbetaling van de koopkrachtversterking KKV aan ambtenaren heeft geen juridische grondslag. Desondanks zal de uitbetaling hiervan in augustus plaatsvinden. In een overeenkomst was vastgesteld dat de KKV tot juni dit jaar uitbetaald zou worden door de regering. Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken garandeert de KKV-uitbetaling voor de maand augustus. We hebben afspraken gemaakt met de bonden dat de koopkrachtversterking tot een bepaalde tijd zou lopen. Dat was volgens mij tot en met juni of tot en met juli van afgelopen maand. Dus augustus zou er opnieuw onderhandeld moeten worden. We zijn er nog niet uit met de bonden. Dus voor het uitbetalen van deze maand koopkrachtversterking heeft geen juridische grondslag. Maar desalniettemin heeft de minister van Financiën toch voorzieningen getroffen om in elk geval deze maand, de maand augustus, weer koopkracht uit te betalen. En ik hoop echt van harte dat we er heel snel uitkomen met de bonden. Want we onderhandelen al een tijdje en de mensen, de ambtenaren rekenen erop dat we snel eruit komen, snel hun rechtspositie verbeteren. Maar ik kan de ambtenaren geruststellen, voor deze maand heeft collega Financiën een voorziening getroffen dat de koopkrachtversterking gewoon wordt uitbetaald.